Beste lezers van Voetbalkrant, wij hebben u dinsdag een debat voorgelegd, ons vast debat van de week. En deze keer was dat: aan welk onsportief gedrag hebt u de grootste hekel? Dat komt er naar aanleiding van de bekerfinale. Standaard tegen Genk was achteraf heel veel te doen over het vele tijdrekken in de verlengingen. De wissel van Carcela, er waren zo nog wel enkele fases. En de resultaten zijn binnen, we gaan die in deze video bespreken. En er is één duidelijke uitsteker, en dat is blessuresfeinzen. Ja, met maar liefst 50% van de stemmen is dat toch opvallend. Het had er ook wel wat van in die bekerfinale tussen Genk en Standaard. Lagen er ook wel wat meer standaardspelers op de grond met krampen en allerhande. Ja, een beetje wel. Ja, ja, maar voor dat, ja, het is ook als tactiek te gebruiken soms, hè. Blessures, ja. Ja, of dat dan een goede tactiek is, ik denk dat elke ploeg dat wel al eens gedaan heeft. Zeker in zo'n finale setting kan ik het ergens wel begrijpen. Maar oké, ja, het is wel een erger punt natuurlijk. Sowieso. Ja. En dan is er nog Schwalbes en kaarten aannaaien. Die staan samen, ja. Ja, op 26% van de stemmen, ja. Het is natuurlijk niet leuk, hè. Een penalty is een heel beslissende fase. En als die er dan onterecht komt, is dat inderdaad wat te begrijpen. Maar het valt vooral op dat er bepaalde zaken het minst opgestemd worden. Dat het minst irriterend bij onze lezers, blijkbaar. Ja, bijvoorbeeld om dan over Carcela te spreken. Het is eigenlijk enorm traag van het veld gaan bij die wissel. Was zijn overtreding, zeg maar. En dat krijgt maar 2,63% stemmen. Dat heel weinig. Heel weinig, inderdaad. Zeker met dit weekend nog zo vers in het achterhoofd. Ja, het is opmerkelijk. Maar het is misschien ook wel hetgeen dat het makkelijkst op te lossen is. Inderdaad, met het stopzetten van de tijd eventueel. Of zoals in Engeland, een keer 7, 8 minuten bijtellen. Ja, ja, inderdaad. Ja, die Engelse scheidsrechters die aarzelen minder daarin. Er zijn in de commentaren van jullie ook mensen die een systeem voorstellen, zoals in andere sporten het geval is met een stopklok, zoals in het basketbal bijvoorbeeld. Ja. Of lijkt American football. Of American football. Lijkt me wel een heel grote ingreep om in het voetbal in te voeren. Ja, dat wel. Omdat als de tijd toch stopt, gaat er misschien ook meer tijd genomen worden voor een inworp. Ja. Of het een of het ander. En dan dat misschien is het dan ook, hè. De evolutie naar een spel dat te veel stil ligt, zoals American football. Ja, er is nu al die commentaar met de videoref dat het soms 3, 4 minuten duurt met zo'n stopklok. Gaat dat nog veel erger worden. Dus ik denk niet dat dat de ideale oplossing zou zijn. Ja, wel meer tijd om achter bier te gaan. Dat dan weer wel. Dus voor de inkomsten zal het misschien wel goed zijn. Ja. Daar kunnen we het denk ik bij laten. De resultaten zijn volledig te bekijken in het artikel onder deze video. En tot volgende week voor ons nieuw debat.